Wat is de Elfstedentocht? De Elfstedentocht, dat is een schaatstocht over 200 kilometer. Ja, het ijs is nu te dun om te schaatsen, maar 35 jaar geleden, de eerste keer dat de Elfstedentocht schaatsen, lag hier 25 centimeter in. En je start in Leeuwarden, onderweg heel veel mensen applaudisseren. Het gaf echt kippenvel. Dus we gingen steeds harder schaatsen. Dus toen ik hier in Sneek was, toen was ik al helemaal kapot. Maar we gingen door. In Sneek was ik kapot na 20 kilometer, maar hier voelde ik mij berensterk. Ik was helemaal in vorm, ik was helemaal over die vermoeidheid heen. En toen ik hier in 1969 kwam, was ik nooit eerder geweest, dacht ik nou, ik rij hier zo de middeleeuwen binnen. Zo prachtig mooi. En ik hoorde hier ook dat Evert van Bentum, Evert van Bentum, die had Elfstedentocht gewonnen in 1985 en 1986 weer, dus twee keer achter elkaar. En toen was ik nog niet eens op de helft. Toen was hij al binnen. Kun je nagaan hoe snel zij reden. Toen ik hier aankwam, toen had ik ongeveer 160 kilometer geschaatst. En hier links draaien we zo richting Dokkum. En dat is de plek waar ik geboren ben. En waar ik zeker wist dat mijn ouders en mijn broers zouden staan. En ik zou de tweede van de ploeg zijn, jongens, die hem ook zou schaatsen. Ik voelde me enorm trots. En ik had ook het gevoel, ik ga het halen. Ik ga het zeker halen. En hier was zo'n ongelooflijk feest aan deze kant. Dit is de schaatshemel, dit is de schaatswalhalla, dit is Bad Lehiem. We mogen dan nu ook zelf schaatsen? Ja, natuurlijk mogen we zelf schaatsen. Gaan we nu doen, kom op. 3, 2, 1, go!